Mitchell Bakker, de dag is eindelijk daar. Je debuut voor Ajax 1. Hoe blij ben je? Ik ben zeker blij. Eerste 90 minuten voor Ajax is altijd mooi. En, ja, ik ben zeker blij. Wanneer wist je dat je ging spelen vandaag? Toen de trainer zei, nou, ik ga warm lopen vlak voor de rust. Toen wist ik wel van, ja, ik ga wel spelen. Wat gaat er dan door je heen? Ja, natuurlijk. Je krijgt een kick. Gewoon. Het is een mooi moment waar je als kleine jongen van droomt. En dat het dan uitkomt, dan is, ja, is echt een mooi gevoel. En hoe kom je dan je bed uit vandaag? Nou, heel ontspannen gewoon. We hoefden pas heel laat te verzamelen, dus het was gewoon een rustig dagje. Hoe vond je het gaan vandaag? Ja, om eerlijk te zijn speelde ik een slechte wedstrijd. Maar ja, die heb je ook wel ertussen zitten. Maar ja, het is gewoon natuurlijk een mooi moment dat ik mijn debuut heb gemaakt. Dus ik ben vooral gewoon tevreden en blij. Er staat een wedstrijd in Ajax 1 op je naam, dus dat is natuurlijk mooi. En tegen wie dat is, maakt niet uit. Jammer dat Kelly geen goaltje heeft meegepikt, maar het blijft gewoon een mooi gevoel. Ja, ik vond het wel, voor mezelf ging wel prima. Ik kon altijd nog wat beter, soms wat slordig, maar ging wel prima. Ja, zondag zag je Ryan als zijn debuut maken tegen PSV. Dan moet het bij jou nog meer gaan kriebelen, denk ik. Ja, zeker, zeker. Vooral omdat ik de laatste maand was ik geblesseerd. Dus ik was er sowieso zondag niet bij, maar ik zag hem invallen en toen, ja, kriebelde het zeker van binnen. Dacht ik van, ja, ik wil ook, nu wil ik ook mijn debuut maken. Ik was er vorig jaar ook al dichtbij, maar toen raakte ik helaas geblesseerd. Dus, maar nu is het toch gebeurd, dus ik ben heel blij mee. Ja, nee, leuk voor Ryan, zeker. Is hem gegund. En ik moet gewoon wachten totdat het in de arena gaat gebeuren. Maar ik ben vandaag 90 minuten gespeeld. Ik ben er blij mee en op naar meer. Ja, debuut die kunnen we nu afstrepen. Wat is het volgende? Basisdebuut, eerste goal. Dat moet het volgende zijn. Wat ga je met je shirt doen? Ga ik een mooi plekje geven.